debuut in de Eredivisie voor Ajax. Hoe lang heb je hier naar uitgekeken? Mijn hele leven, denk ik. Als klein jongetje al. Ik post net op Instagram dat mijn grootste droom is. Dat is ook waar. Voor Ajax debuteren is sowieso. Ja, een beker heb ik gedebuteerd natuurlijk. Maar voor in de Eredivisie op zo'n podium is dat echt een grote droom voor mij geweest. Kan je uitleggen waarom het zo bijzonder voor je is? Het is de club waar je mee opgroeit. Je bent super groot fan, je hele leven lang al. Je zit er in de jeugd. Je komt terug. Het is al een droom die uitkomt. En wat ik zeg, als je hele leven omringd is door Ajax en je bent super groot fan ook. En je voetbalt voor die club en je maakt je debuut in de Eredivisie, dan zijn dat gouden momenten. Je moest dit seizoen wel geduld hebben. Ja, ik moest wel van geduld hebben. Maar het is toch gekomen en ik denk niet meer aan hoe lang het geduurd heeft. Ik denk alleen dat het gebeurd is. Wanneer wist je dat je mocht gaan spelen vandaag? Ik zag het wel een beetje in de training na aanloop van deze wedstrijd. Maar ik heb gisteren goed gesprek met trainer gehad, vlak voor de wedstrijd. En toen hoorde ik het eigenlijk pas echt. Dus mooi. Hoe ben je deze wedstrijd ingegaan? Heb je dan een beetje extra spanning erbij? Ja, tuurlijk. Het is wel. Kijk, tegen Maassluis toen was leeg stadion, bekerwedstrijd. Is even iets anders dan tegen Vitesse uit in het Gelderdoom met een aardig wat supporters. Maar eenmaal als je het veld op komt lopen en je ziet het volle uitvak, dan krijg je gewoon een flinke boost. Zijn er ook jongens in de selectie die dan even helpen en zeggen, Jay, kom op, doe gewoon wat je goed kan? Ja, jawel, tuurlijk. Ik heb veel aan jongens als Maarten, Stekelenburg, Remco die me app voor de wedstrijd, Daly, Davy, allemaal jongens die me oppeppen om vol gas te geven en die weten dat ik het kan en die dat zeggen, dus dat is altijd mooi. Wat appt Remco dan voor de wedstrijd na je? Remco wens me heel veel succes en dat het eindelijk het moment is en dat ik het moet laten zien wat ik kan en wat ik het hele jaar al laat zien. En dat zijn mooie dingen. Ja, mooi. Hoe kijk je terug op vandaag? Ja, de pot zelf. Ik denk dat ik prima gespeeld heb. En vond niet onze sterkste pot. Eerste 20 minuten waren goed. Daarna hebben we niet laten zien wat we kunnen. Laatste wedstrijd van het seizoen. Iedereen is ook wel een beetje leeg. Eerlijk gezegd, we hebben lastige weken gehad. Laatste minuut kop je nog 2-2 binnen. Dus dan mogen we wel blij zijn dat we in ieder geval een puntje halen. Kijk je terug op je eigen spel vandaag? Ja, ik denk dat ik wel gewoon prima heb gespeeld. Niet echt bijzonder kunnen zijn. Jammer dat die tweede goal, dat ik hem eerst nog goed van de lijn afhaal en dat hij hem daarna vrij nog kan inschieten. Ik kijk wel tevreden terug op mijn spel. Laten we zeggen dat het een stap is naar meer en meer succes. Ja, is het ook een beloning voor je goede seizoen bij Jong Ajax dit seizoen? Jawel, maar ook in trainingen. Ik denk dat ik me heel erg heb laten zien en dat ik heel erg ontwikkeld heb. Ik ben natuurlijk gehaald met een bepaalde rol. Lag ook niet echt in plan van verwachting dat het al zo snel zou gaan. En dat is alleen maar mooi, dus dat tekent ook wel dat het wel echt wel goed gaat met mij. Ja. Kan je specifiek punten nog uithalen wat je dit seizoen echt geleerd hebt bij Ajax? Ja, je komt binnen bij een veel grotere club. Het tempo is veel hoger. Het is echt veel hoger. Ik moest echt wennen. En daar ga je op een gegeven moment in mee en dan moet je je kwaliteiten laten zien. En waar ik echt in verbeterd ben, is sowieso blijf ik op het mentale aspect. Als je voor zo'n club speelt, is echt, moet je een hele hoop switchen. Maar ook in het spel. Ik denk wel dat ik verbeterd ben aan de bal en in allemaal situaties komen. Dus het is totaal anders de keeper van Ajax zijn. En deze wedstrijd is een mooi startpunt voor volgend seizoen om meer minuten te maken in Ajax 1. Dat is zeker een mooi startpunt daarvoor.